Steeds meer mensen veranderen hun voornaam. In 2015 werden bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd. In 2016 steeg dat aantal naar 583 en in 2017 576. En dit jaar wordt eenzelfde aantal verwacht. Zij dragen hun voornaam met trots, Lotte en Isa. Ja, mijn ouders die hebben het gebaseerd op Isa Hoes. En ja, ik vind het best wel een leuke naam. S-H-A-Q-U-I-L-L-E. En dat spreek je uit als? Shakil. En ook Truus is tevreden. Ik vind Truus prima. En het is eigenlijk een naam die je helemaal niet zo vaak meer hoort, dus dat vind ik wel leuk. Maar soms is een voornaam een last. Zij werd gepest met haar naam, Anne-Marijn. Het rijmt op heel veel dingen die gewoon niet leuk zijn. En als je jong bent, dan wil je niet dat iemand je naam zo gebruikt. Je wilt gewoon zo heten. Ze koos een andere voornaam. En nu heet ik Hanne. En die naam maakt mij gewoon een heel stuk vrolijker. Een verzoek tot naamsverandering maakt bij de rechter alleen kans als er zwaarwegende redenen zijn, zoals pesten. Het kan ook zijn omdat er traumatische dingen in je jeugd zijn gebeurd, waaronder misbruik en je bent vernoemd naar die persoon. Daarnaast kan het zo zijn dat er sprake is van een wijziging van geloofsovertuiging. En zij viert feest als ze straks Hanne is. Wat het eindelijk is wie ik ben en dat het ook eindelijk overal staat. Je bent een echte Hanne. Ja.